Dag dames en heren. En leuk dat u kijkt naar het Schaatsjournaal van dinsdag 9 februari. Afgelopen nacht heeft het in delen van Nederland streng, lokaal zelfs zeer streng, gevroren. Het werd min 16,2 in Hupsel in de Achterhoek. In het noorden van het land was het wat minder koud, maar vanmiddag stond de thermometer nog steeds onder nul. Op sommige plaatsen nog maar net. In het Waddengebied vielen sneeuwbuien en we kregen vandaag heel veel meldingen binnen... over de toestand van het ijs. En die is heel erg grillig. Zo ligt bijvoorbeeld al ijs op het IJsselmeer en het Markenmeer. De Gouwzee is dichtgevroren. Op de Waddenzee is op dit moment al heel veel ijsvorming aan de gang. En ook heel veel wateren in het binnenland zijn inmiddels bevroren. Zeker toen afgelopen nacht op sommige plekken de er helemaal uitging. Zoals hier bijvoorbeeld ligt een prachtige ijsvloer. En dit ijs wordt de komende dagen heel snel dik. En daar kan gewoon echt prima geschaad worden. Er ligt echt een heel dun laagje sneeuw op. Maar dat mag de pret niet drukken. Heel anders. Hier in Arnhem, waar het ijs al veel langer geleden is gevormd, bedekt is met sneeuw, er is sneeuw ingewaaid. Nou, dat ijs kunnen we afschrijven als schaatsliefhebbers. En ook ten noorden van Zaandam lag er vanmorgen een flinke hoeveelheid ijs in de sloten en vaarten in de polders. Maar ook daar is het maar de vraag of er nog geschaadst kan worden. De kwaliteit is echt belabberd door sneeuw en door wind. Maar ook door zand wat in het water en in het ijs is terechtgekomen. Nee, dus grillig wat ijshoeveelheden betreft, maar ook zeker de kwaliteit, want windwakken zijn ook nog steeds niet overal dichtgevroren. Komende dagen blijft het voorlopig koud in Nederland. We zien strenge vorst in de nacht en overdag lijken de temperaturen zelfs nog wat verder omlaag te gaan aan het einde van de week, maar daarna zien we ook dat de temperatuur omhoog gaat. Dat zagen we gisteren al in de pluim, maar vandaag zien we dat vanaf begin volgende week er steeds meer zachtere oplossingen verschijnen. Tegelijkertijd er blijft een groepje met vrij koud winterweer in de pluim. En ik moet er ook gelijk bij zeggen: het is allemaal nog heel ver weg. En bij die hele zachte oplossingen ligt de koude lucht ook nog heel erg dicht in de buurt. Dus een kleine verschuiving in de pluim de komende dagen kan nog wel eens positief uitvallen voor de winter- en schaatsliefhebbers. En in onze nieuwe 30-daagse weersverwachting, te zien op onze Weerplaza website, is ook te lezen dat de winter nog steeds niet afgeschreven moet worden. De ijsaangroei, daar hebben we het over: die gaat heel snel op dit moment. De komende dagen gemiddeld. Want het is een heel grillig beeld, waar ik het net al over had, wat sneeuw- en ijsbedekking betreft. Zien we dat die ijsdikte echt heel erg dik wordt. En in het weekend kan dan ook op uitgebreide schaal geschaatst worden. Maar hou de situatie, de lokale situatie in de gaten. En daarna, er is een optie dat de ijs en groei doorgaat. Er is ook een hele reële kans dat het ijs geleidelijk aan begint te smelten. Maar daar komen we de komende dagen nog wel even op terug. Komende nacht in ieder geval een hele koude nacht met strenge, lokaal zeer strenge vorst. En morgen. Een vriendelijke winterdag met een zonnetje, maar temperaturen die wel onder nul blijven. En de komende dagen, zoals gezegd, het blijft voorlopig erg koud. Pas vanaf zondag gaan de temperaturen wat omhoog. Vooral in de nachten wordt het duidelijk minder koud. Maar ook overdag lijkt het uiteindelijk heel voorzichtig de temperatuur wat boven nul te komen. Toch staat op dit moment de schaatsthermometer alweer een standje hoger... op het standje slootjes die voorzichtig uitgeprobeerd kunnen worden. Al is dat wel lastig vanwege alle sneeuw die er ligt. De komende dagen gaat deze thermometer steeds verder omhoog. Morgen volgt er weer een update.